of in Lier liever. We kijken naar Ant met de Mertens en nu kijken naar de mogelijkheid. Een goede redding van Timon van Houten op die bal van Lennart Mertens. Even op het matje geroepen bij de scheidsrechter Laurent Willems. Dat moeten we nog even meegeven. Maar we kijken naar de goal. Ja, daar is de goal. Knappe goal is het van Jellert van Lanschoot. Als ik mij niet vergis, want hij klimt daar boven alles en iedereen uit. Nu is het al raak. Eerste bal tussen de palen. Almenara, kijk eens, het opspattende water daar. En dat is dan toch een van de weinige plekken waar er echt wel een plas ligt. Want op de andere stukken van het grasveld valt het best mee, vind ik. Daar de voorzet, daar is de goal! Ja. En daar is de zevende. Want Lennart Mertens had ze al even aan de voet na 3 minuten. Maar het was uitstel, want op het kwartier maakt Lennart Mertens er hier met een gekruiste kopbal 2-0. En die willen zich maar wat graag bewijzen. Daar de mogelijkheid en de goede redding. Ja, het was niet zo moeilijk voor Nacho Miras. Dat is goed meegegeven van Stales. En daar is Mertens. Stales opnieuw. Stales met de voorzet. En daar nee, de redding nog daar. Op die poging van Lanschoot. Hendricks. Ja, die is toch wel de dirigent daar op het middenveld. Van Lanschoot. De voorzet prima gedaan. Oh ja, daar is de goal. Daar is Lennart Mertens opnieuw. Ja, het zal zijn avondje dan toch worden, denk ik. Mertens met zijn tweede. En we zijn nog niet eens half weg. Daar is de 3-0. Na 36 minuten spelen is de wedstrijd hier eigenlijk al beslist. Je erin slaagt om dat allemaal goed te kunnen organiseren. Maar we kijken hier voorlopig nog naar de wedstrijd. En daar de redding van Houten. Weggeknikt achterin daar. Door Spegelaren, niet gedaan. Daar is de Korte. De Korte, ja, goede bal van de Korte. En daar was dan toch al eens een eerste stevige poging. En dan proberen uit te komen. Dat is een prima paas in de loop van Suleiman An. Die moet toch scoren. An met de goal, jawel. Daar is de 4-0. Suleiman An, de man uit Mauritanië, maakt er met zijn 5e van het seizoen. Hier 4-0 van. En dan zal het, vrees ik, toch nog een monsterscore worden. De makkelijke steal op eigen helft hier. Maar toch op zoek naar toch een soort van eerredder, zou ik denken. Ja, en dan zomaar uit handen gegeven. Oh, dat is pijnlijk. Van Schuurmans. Ja. Hij maakte de openingstreffer, maar dit was wel bijzonder lullig hoe hij hier ervoor zorgt dat Nacho Miras geen clean sheet zal kunnen optekenen. Dat is pijnlijk voor Kenneth Schuurmans. Dat zou waar, maar het is genoeg geweest, oordeelt Laurent Willems. De buit is binnen voor Deinze. Ze komen alleen aan de leiding in de Challenger Pro League en leggen de druk.